Soldaten, het heeft me bloed, zweet en tranen gekost, maar de Icon Moments Pack van 5 tokens staat klaar. Eén objective maakt mij helemaal lijp. Dat was die van La Liga. Ik moet nog squad battles gaan spelen en echt, ik haat squad battles. Waarschijnlijk jij ook, of tenminste. Ik wil niet voor anderen spreken, maar squad battles is vrij saai. Goed, de Icon Swaps. 6 keer scoren buiten de 16. Nou, ik heb gewoon Netflix aangezet. En gewoon ieder potje dat ik inging, even een berichtje sturen van, yo man, mag ik een longshot scoren? Want echt, dit is zo, nou niet onmogelijk, maar echt zwaar irritant. Dus, 5 tokens. Mijn team is goed. Ik heb al een beetje de upgrades in het hoofd zitten die ik wil gaan doen. Alleen, mijn coin aantal 11.6k. Ik heb er wel eens, laten we zeggen, beter voor gestaan. Ik kom dadelijk bij welke SBC's ik misschien wil gaan doen. En natuurlijk Tapsoba, dat weet je al. Maar ik heb nog meer wilde plannen. De Icon Moments Pack, 5 tokens. Ik ga nog eerst even switchen naar Futbin om even te laten zien wat we nou kunnen krijgen. Ja, er staan wel een paar kaartjes tussen die ik zou verwelkomen in mijn club. Zo'n Pelé, Dinho, Gullit, Cruyff, Eusebio. Ik moet zeggen, Maradona of Dinho zou extra leuk zijn aangezien ze achter mij hangen. En Messi staat al in mijn team. Dus misschien hè, of de Braziliaan of de Argentijn. Verder nog veel meer echt hele goede spelers. Moments, KK. En ja, ik kan ze allemaal afgaan. Alleen, ik wil mezelf niet nu al helemaal blij gaan maken. Want dadelijk krijg ik Schmeichel, Sambrotta of Eschen. En die heb ik al. Ik voel gewoon zoiets aankomen. Of dat, of een keeper of zo. En er zijn natuurlijk altijd bij Icon Packs ook een paar spelers waar je niet zo heel erg op hoopt. Dat zijn dan de jongens zoals Liedmanen, Fieri, Inzaghi, Nakata, Shearer, Trezeguet. Het zijn er veel die gewoon onder de 200k liggen met hun prijs. En dat zegt eigenlijk al genoeg. De 5 tokens gaan ingeleverd worden. Deze en deze pack ga ik dan waarschijnlijk nog deze week ook ergens openen. En dan de volgende keer met de nieuwe tokens over enkele weken. Dan komt deze plus deze, wat hopelijk ook nog een klapper wordt. Alleen, je moet er even op wachten. Wat vervelend is, ik hou niet van wachten. Maar op één pack hoeven we niet meer te wachten. De Icon Moments pack. Dit kan heel erg ziek worden. Maar ik kan ook flink teleurgesteld worden. Eén van de twee. De vlag is al super belangrijk. Kom op, een goede vlag. Nee, niet weer Wales. Rush. Oh, dit. Nee, ik weet dat Mark heeft hem ook. Maar kom op zeg, serieus. Waarom krijg ik Rush? Kom op man. Ja. Ik heb laatst al een keer uit een Prime Icon Pack van de vorige swaps Ryan Giggs gekregen. En dan nu deze man. Nee toch? Hij heeft een 5-star weak foot hoog normaal. Ja, zonder grap, hij is niet eens extreem slecht. En ze zeggen altijd, verwachting creëert teleurstelling of iets in die richting. Misschien waren mijn verwachtingen te hoog of wilde ik gewoon te graag. Ik weet het niet. Ik wil mijn team graag upgraden. Dit is ongeveer wat ik in gedachten had. En eigenlijk had ik dus zoiets van, ja, als ik een icon zou krijgen die hierin zou passen, dan zou ik die 3 concept spelers, of één van die 3 misschien eruit hebben gehaald. Maar dit is een beetje hoe ik nu denk. Uiteraard staat eigenlijk Shaw daar, met James hier en Rooney hier. Tapsoba hebben we het over gehad. Lijkt me echt een geweldige kaart. En Babu, als ik hem haal, dan heb ik daar zo'n ontzettend goede speler staan. Die voorlopig ook kan blijven staan. Dus Tapsoba en een Babu lijkt me geweldig. En Jude Bellingham is gisteren uitgekomen. Precies een speler die hier kan zorgen voor de linkjes. De Bundesliga link met dan Mbabu in dit geval. En de Engelse link naar onze topscorer nog steeds, Harvey Barnes, die als LV in de spits staat. Ik zou dit willen doen, maar de coins en de untradables houden mij een beetje tegen. Ik ga nog even een paar 81 plus player picks in deze video stoppen. En met een paar bedoel ik er ook echt 3 of 4, want mijn club is dus leeg. Hopelijk nog een hoge rated kaart in vorm Gomez. Stel, ik krijg hier nog 1 of misschien 2 iets hogere rated kaarten uit. Dan zou ik eventueel nog wel een grotere SBC kunnen doen. Moet het geen Rabiot worden? Het is gewoon lastig. Ik heb eigenlijk even de rewards nodig voor weer wat spectaculaire kaarten in de club of hoge rated, weet je wel. Die player picks gaan er wel heel snel doorheen. De laatste alweer. Ja, nou, oké, Gundogan. Misschien dat ik deze nog heel snel probeer te doen, 2 dagen resterend. Ik heb David Soria gekocht en nog 66 munten over, maar wij kunnen een guaranteed Bundesliga Team of the Season pakketje gaan halen. En die Rush, ik zou er misschien wel een keer mee hebben willen spelen, maar aan de andere kant, ik ben een beetje boos eigenlijk. En ik heb ook zoiets van, laat maar, ik lever hem in. We gaan het zo doen. En ook die Team of the Season Neuer ga ik niet gebruiken, want ik heb Schmeichel, dus ja. En het is eigenlijk niet helemaal goed, want je gaat dan gokken
en de gok valt tegen met die pack van net. En wat doe je dan om die emotie tegen te gaan? Je gaat weer opnieuw gokken. Is dat slim? Ik vrees van niet, maar er zitten wel een paar best goede kaarten in dat Bundesliga Team of the Season. Leiva, Sancho, Kimmich, Goretzka, Haaland. Die eerste vind ik goed. Daar ben ik blij mee. Als ik ze zou krijgen. Neuer, ja, hoef ik niet weer terug te krijgen. Müller hoef ik ook niet per se. Coman zou redelijk zijn. Hummels heb ik niks aan. Sabitzer niks. Davies zou wel lekker zijn, toch? Ja, Lacroix zou ook een prima kaartje kunnen zijn, dus kom op. Gun me even nu alsnog weer een beetje blijdschap, doordat dan die pack net tegenviel. Die emotie kan draaien als nu hier een goede speler in zit. Ik hoop het nu extra. Kom op, een vlag waar ik blij van kan worden. Wie is dit? André Silva. Oh, deze video. Ik heb echt geen woorden voor deze video. Serieus. We krijgen dus Rush, we krijgen player picks. Ook al waren het er maar vier waar niks in zat en dan André Silva. Kom op zeg. Kom, nee, maar echt... Echt waar, heb ik nog mijn hele club weer leeggetrokken. 66 coins over André Silva. Ja, hij kan schieten. Ja, oké, maar... Nee, geen goede kaart. Oh, zeg. Goed, en Babu, die gaan we dus misschien doen. Bellingham is nieuw en hij lijkt mij beter dan Rooney. Maar laat me even weten of jij daar ook zo over denkt. 4-ster, hoog normaal. En hij zou dus in de plaats van Rooney bij mij kunnen komen. 4-4-2, Eschen als box-to-box. En dan een speler daarnaast die, nou, iets meer... Zeg maar bij de box van de tegenstander te vinden is dan bij de eigen box. Maar dan nog steeds zou dat een goede balans kunnen opleveren. Hij is snel, kan schieten, zijn pas is goed, dribbelend, uitstekend. Nou, 98 onderscheppingen, 99 staande tackle. Alleen die ja, verdedigend inzicht stat ligt wat laag. 97 stamina, 88 kracht en een lean body type. Als jij zo'n man hebt die dus mee naar voren kan gaan. Wanneer hij lean heeft, voelt hij ook wat lekkerder aan. Ja, wanneer hij de bal heeft. Iets meer wendbaar en zo. Dus het lijkt me een hele leuke kaart. Alleen als ik Mbabu misschien wil halen. En als ik Tapsoba sowieso wel wil halen. Denk ik. Dan wordt Bellingham lastig met 66 coins. En natuurlijk, ik heb wel wat untradables. En dadelijk rewards. Hij is niet super duur. Al liggen fodderkaarten wel echt best hoog nu. Weet je, er is heel veel keuze nu. Binnen de SBC's. En ook nog een showdown. Zagadou tegen Gray. Nou, Gray zou ik eigenlijk sowieso niet halen, want Leverkusen gaat niet winnen. Zagadou kun je doen als jij vertrouwen hebt in Dortmund. Hij heeft normaal hoog 1,96 meter. En hij heeft wel even die upgrade nodig voor dan iets meer versnelling nog. En nog een beetje een lenigheid en balansboost. Ja, misschien denk je van, hoezo doe je deze nu niet? Maar ja, ik kan hem gewoon niet doen. Mijn club is echt leeg. Eigenlijk moet ik even een paar objectives gaan doen voor weer wat meer hoge rated kaarten. Die doe ik niet. Ja, misschien deze nog maar. Dus deze en deze sowieso. En deze waarschijnlijk. En dan misschien nog Mbabu en Bellingham. Dus laat me even weten wat jij denkt dat ik het beste kan doen. Like even de video om mij te steunen. Want ik had geen geluk vandaag. Het was niet mijn lucky day. Ik bedank je voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video met rewards en hopelijk meer packluck. Dankjewel en tot de volgende. Houden we.